En hier gaat het allemaal om. Om deze iPad voor in je studentenflat. Daar maak je kans op als je meespeelt vanavond in de Martijn Air, de derde studentenbattle. De opdracht is heel simpel. Speel de scène na uit Vlodder tussen Tatjana en de buurman. Hey buurman, wat doet u nu? Hallo. Oh, goedemiddag. Ik zag je aankomen rijden en ik dacht, ik ga eens kennis maken. Oh, dat is heel vriendelijk. Voor uw vrouw? Ja. Lekker. Hoe heet je eigenlijk? Kees, net als mijn broer. Mooie wagen. Het is een CX-25 GTI met injectiemotor. Injectie? Dat is een motor die de benzine onder hoge druk in de cilinder spuit. Wat weet u dat allemaal goed? Ik zit in de autobranche. Oh ja? Maar buurman, wat doet u nu? Oh, ik wil je. Je wint bezoop. Maar uw vrouw? Oh, we hebben tijd genoeg. Oh, buurman. Buurman. Dat was het. Garagedeur open zich. Hallo. Oh, goedemiddag. Ik zag je aankomen rijden. Ik dacht, ik ga eens kennis maken. Oh, nou, dat is heel vriendelijk. Voor die vrouw. Ja. Lekker. Hoe heet je eigenlijk? Kees, net als mijn broer. Mooie wagen. Ja, het is een CX-25 GTI met injectiemotor. Injectie? Dat is een motor die benzine onder hoge druk in de cilinders spuit. Wijt u dit allemaal goed? Aantrekkelijke vrouw ontbloot haar bovenlijf. Ik zit in de autobranche. Oh ja? Garagedeur sluit zich. Oh, buurman, wat doet u nu? Ik wil je. Oh, je wint me zo op. Maar uw vrouw? Oh, we hebben tijd genoeg. Willeke? Ja? Wie is vandaag de winnaar geworden van de iPad voor in studentenflat? Femke. Oh. Yeah. En ik moet je zeggen, het was super close. 54% van de stemmen voor Femke, 46% voor Alexander. Woehoe! Oh, Femke. Ja, toch mijn vrienden moeten bellen. Even, Willeke? Willeke? Ja? Blijf even hangen voor je gegevens, goed? Ja. Oké. En Femke, Femke, dit is hem. Ik ga hem aan je geven. Komt-ie. Alsjeblieft. De iPad voor in de studentenflat. Heel veel plezier ermee. En wil jij deze iPad winnen voor in je studentenflat? Geef je dan nu op via qmusic.nl of kijk op @MartijnKolkman op Twitter. En misschien tot heel snel in de Q-studio.